Iedereen herinnert zich wel nog de jaren 90. En wat aten we toen? Juist, ecstasy. En dat gaan we nou ook maken, maar dan op een lekkere manier. Extremely tasty citrus fruit. Dus op een gezonde manier. En wat hebben we daarvoor nodig? We hebben een citroenschilletje. En een sinaasappelschilletje hebben we gedroogd. Dat gaan we in een vijzel doen. En dat gaan we fijn stampen. Als je dat even hebt gedaan, dan krijg je dit terug. Dus fijn gevijzelde citrusschillen. Daar gaan we bij doen. Bicarbonade. Ascorbinezuur. Nou, nog een beetje fructose erbij. Nou, ik heb hier die massa en het recept is heel makkelijk. 40 gram fructose, 10 gram ascorbinezuur, 10 gram bicarbonaat en 2 gedroogde sinaasappelschillen. Nou, ik heb hier een grote hoeveelheid gemaakt. En als je goed kijkt, het plakt een beetje. Dat komt door die etherische olie van die sinaasappelschil. Nou, wat ik hier heb, dat is een verpakking van kale-pastilles. Die heb ik even schoongemaakt en dat gebruik ik als vormpje voor de bruistabletjes. Nou, het is heel simpel. Dit poeder druk je eigenlijk een beetje stevig in je pastillebakje. Nou, dat doe je dan helemaal vol. Heeft het overtollige eruit. En als het dan in één keer goed gaat, voilà, een mooie pastille. Nou, wat nou het hele leuke is, ik heb hier een soort heldere zoete bouillon gemaakt. Lekker heb getrokken, een beetje wijn, vanille, kaneel. En ik heb er al wat voorbereid. Ja, en als het goed is, moet het mooi gaan bruisen. En dit is natuurlijk fantastisch als een leuke gadget in je dessert voor de kerst. En mooi aan tafel presenteren. En dit is de Ecstasy Extreme Tasty Citrus Fruit.